Een goede dag. Welkom terug bij een nieuwe Minecraft Survival. Ik heb wat dingetjes aangepast. Ik heb heel veel dirt weggehaald. Mijn bomen zijn aardig gegroeid allemaal. Ik ben nog een beetje in de woestijn, heb ik wat verkend. Ik heb nogmaals heel veel dirt weggehaald. En daar ontplopt een creeper. Snel maken. Wat ik deze aflevering eigenlijk wil doen, dat is, ik wil graag een opdrachtenbord gaan maken. Hier eigenlijk langs helemaal van opdrachten die ik binnenkrijg van jullie of van vrienden en dat soort eigenlijk. Of vooral van jullie. Wat ik eigenlijk nog moet doen. Ja, dat is bijvoorbeeld. Ik zit te denken dat dit gewoon mijn opslag gaat worden. Dus dat ik een tweede verdieping erop ga bouwen. En dat ik al mijn chesten gewoon hier neergezet. Omdat het toch best groot is hier. En dat ik het misschien nog uit ga breiden. Maar dat weet ik nog niet zeker. In ieder geval een tweede verdieping. Daar een paaltjes. Ja, wat ik ook kan doen is. In ieder geval, ik ga dan die opdrachten maken. Oh jee. Dat hebben jullie niet gezien. Dus als het licht is. Wacht, ik ga eerst gewoon een bed maken. Als het goed is, heb ik 3 wol. Ik heb wat iron gevonden nog. Nu heb ik wat tools gemaakt. Wol. En hout. Als het goed is, 3 wol zo. Hout zo. En een bed. Oeps. Weer terug. Dan plaats ik mijn bed. Ik heb genoeg dirt. Zo, laat ik mijn bed. Zal ik hem hier ook nog gewoon zetten nog. Dan zet ik hem precies in het midden. Zo. Even wat eten. Oké, dat is opdracht 1. Even kijken, dit kan ik hierin stoppen zo. Hout. Kijk, ook nog dit soort hout. Kaas, ja. Oké. En laten we beginnen. Hier dan. Hup.
Sorry voor het springen. Zet deze hier even naast, dat is wel makkelijker. En dan doen we deze ook met die. Oh, ik ben hier een beetje slecht in. En kijk, dan heb ik twee keer die. Dus dan zou ik. Dus ik doe het nog goed. Die moet hier weg dus. En dan moet ik deze weer doen. Nu heb ik 1, 2, 3. Ah, dat is wel genoeg op dit moment. Zal ik hem nog hoger maken? Ik maak hem gewoon nog even wat hoger. Dirt. Moet ik dit even verder maken. Oké. Dan is dit de opdrachtenbord. Kijken. Science. We waren de eerste zes boven, één stukje onder. Ja. 12 stukjes is wel goed. Oké. Nou, dat is wel handig om het vak te zoeken te hangen. Oké, en opdracht 1. Opdracht 1 is plaats een bed. Zal ik eronder zetten, complete. Oké. Opdracht 2. Hoe zeg je dat? Van koeien. Van koeien. Zal ik hier dan de naam van de opdrachtgever doen?
veranderen. Opdracht 1. Dus dan hebben we er 1 complete, die moeten we nog completen. Maak de opslag af, dat is ook wel goed. Zo. En 4, dat weet ik op dit moment niet. We hebben lead nodig. Kunnen we kip, 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 kip? Nee. Kip, kip? Nee. Als het goed is, hebben we aardig. Wat we yes. En dan gaan we op zoek naar koeien. Maar toen ik dat deurtje hier weghaalde, dan weer zag ik dat daar koeien liepen. 2 groepen zelfs. Kom maar koetjes. Moe. Moe. Hoe meer koeien, hoe beter. Dan ben ik de koeienboer. Kijk joh, ik lok ze man. Dat is een klein koetje. Oh. Volgde. Hey. Volgde Wheatman. Volgde boer. De koeienboer. Kijk, kijk, kijk. Ze sluiten zich aan. Ik moet niet verdwaald raken hier. Ik moet niet te snel gaan. Kom op joh. Kom dan. Oh jee. Dan kom ik natuurlijk helemaal niet meer mee. Kom dan. Lees, lees. Is goed. Oh, ik kan natuurlijk ook pigs vangen. Ik heb wortels van de village nu. Maar laten we het weer in achter. Zolang we de 2 hebben, komt het goed. Ze worden al moe. Doorloop, jongens. Oké. Kom maar. Kom maar. Maar oh, natuurlijk. Kom maar. Kom maar. Nee, nee, nee. Kom. 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 Ik heb de weed. Kom naar binnen. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom. Kom maar. Lopen. Ja, mooi. Oké. Oké, dat klonk best apart. Ik weet niet of jullie dat horen. Dan gaan we nu de kip aan. Of de varkens. Oh, het wordt wel donker. Ik wacht wel eerst even. Kijken of ik nu al kan slapen dan. Okay. En dan gaan we even slapen in bed.
En dan ga ik de volgende aflevering ga ik dit examen volgen. Dat zal ik doen. En vanaf nu, later. Juist ja, later.